Yo, swag! Ik ben Ivo. Arbjörn, Jelle. Hey joh, wat zijn we zo weer positief. Vandaag gaan we pannenkoeken bakken. Maar met wat? Oké, dat doen we met die spullen daar. We gaan deze spullen gebruiken. Eieren. Banaan. Kokosmelk. Milkshake. Milkshakes. Pannenkoeken. Pannenkoekenmix. Chocolademelk. Whippetcream. Oké, jongens, we gaan nu met chocolade. Doe de chocolade. Oké, wacht, ik moet erin. Het is net zoals van chocolademelk erin gegooid. Hoe die dat zie je in de wand. Het moet de hele bodem bedekken, ja, of niet? Doe maar gewoon een beetje. Met de milkshake. Milkshake, natuurlijk van een milkkoning. AB Milkshake, gekocht bij de Albert Heijn. Dit zo doet? Ja. En dan zie je hier dat stukje bananen weer zitten. Ja. Ja, het is een waarbij. Ja, dat is wel. Conclusie. Oké. Okay. Hij heeft ook een stukje verkocht. Speciale gast. Ja. Matthijs als cameraman. En de rest. Mijn pannenkoek smaakt in ergens naar. Je hebt het gemaakt. Jij. Dat is zo leuk. Oké. Okay. Maar ja, in ieder geval de chocoladepannenkoeken waren niet lekker. Nou, op 6 seconden wel. Maar dan met slagroom. Ja, die was wel lekker. Met whipping cream. Ja. Kokos. Die kokos die hebben we nog niet gevoeld. Nee, dat durf ik niet. Nee, dat komt nog. Ja. En wat hadden we nog meer? De milkshake. Die milkshake. Ah, milkshake ging ook nog wel. Ik proefde eerst de pannenkoek. En dan de milkshake. En dacht je. Toen moet je missen. Ja. Ja. Ik kan het niet meer maken. Voor bakken en praten. Ja. Prom van Omega 3. Want weet je nog meer? Niet openen, koel bewaren. Ik bedoel, na openen, koel bewaren. Niet alles meer. Niet vooral niet openen, hè? Dus in je koelkast. Oké, jongens, deze twee. Gorgeous. Koop het.